Ik heb twee stuks kaartstok. Ik heb ze allebei gesneden op 14 bij 10. En hier gaan we nu de strook op plakken. Je kunt recht plakken, je kunt scheef plakken. Het is maar net wat je leuk vindt. Ik leg hem neer. En wat ik nu doe, ik begin met een brede strook. En als ik dit recht wil plakken, moet ik bij de eerste even opletten dat ik ook recht plak. Dus ik doe een lijn op het papier. Dat is het mooie van deze mat. Ik wil hier de lijn. En ik heb twee van die lijntjes, een centimeter gebruikt. Dus ik pak mijn papier en ik laat het iets oversteken. Leg hem recht op je grid. Kan ook op ons gridpapier. En leg de eerste netjes tussen de lijntjes. Als die namelijk recht ligt, dan wordt de rest ook recht. Dan maakt het niet uit of je kaart nog schuift als je het er maar tegenaan doet. De eerste lijn ligt recht. Zie je? Hier op het lijntje, daar op het lijntje en hier op het lijntje. En tuurlijk zitten we er af en toe wel naast, maar dat is niet zo'n drama. De volgende die ik ertussen ga doen, gefeliciteerd. Vandaag is het feest. Dus ik doe hieronder lijn. Het is een smalle. En die plak ik er gewoon tegenaan. Geen afstanden te houden. Gewoon er tegenaan. Ik vind hem van harte ook leuk. Dus die ga ik hier plakken. Simpel, hè? Maar zo leuk. Nou, dan komt er een gele. En die plak ik hier. Maar ik vind dat ik heb nog strookjes over van de vorige keer snijden. Dus ik doe er eentje hier tussen. Gewoon ter variatie. Beetje lijm. Moet er lijm uitkomen. Kom, wees eens lief. Werk eens mee. Ik plak hier een dun lijntje tussen. Gewoon omdat het kan. Een beetje over laten steken. Dat knippen we straks weg. Hier wil ik fijne verjaardag. Die gaat weer op twee regeltjes. Dus dat is een beetje inschatten. Maar dat zit wel goed. Leuk hè, op zo'n simpele manier een kaart maken. Laat die lijn maar drogen, die gaat er straks wel af. Dan wil ik er van harte hier. Hier is een blauwe. Op het papier. Het is een dunne. Dus één lijntje papier. Lijn. Oh, mee hier blijven. En die plak ik hier. De laatste plak ik hier. Vandaag is het feest. Zo. Hé, ik heb nog helemaal geen cinnamon gebruikt. Zie je dat? Potje aan doosjes. Die komt hier. En zo krijg je gewoon een onwijs leuke kaart. En het leuke is dat je op deze manier dus ook gewoon meerdere kaarten tegelijk kunt maken. En die op verschillende manieren kunt gebruiken. Je maakt, het is gewoon het voorbereiden van je kaartwerk. Dun stripje geel uit het andere potje van wat ik over heb. Dus je snijdt ook wat papier wat je over hebt net. Dat gaan we ook gewoon op kleine strookjes snijden. Waardoor je dit prachtig ertussen kunt plakken.
waardoor de variaties in breedte komt. Je maakt hem gewoon net even anders. De gefeliciteerd komt weer hier. Iets meer die kant op nu. Wel wat de tekst naar boven. Die gebruiken we hier. En vandaag maken we het weer een feestje. Handig van de glasplaat is ook dat alle lijm er zo vanaf gaat. Dus je hoeft dadelijk gewoon met een papiertje erover weg. Alle inkt gaat eraf, zelfs de inkt van de alcoholmarkers. En als laatste doe ik nog een gele paslijnier. Dus ik doe een blauwtje. En die blauwe gaan we hier plakken. Ken het. Een stukje verder, anders kom ik niet uit. Oh, dat is er nou net eentje waar ik mis heb gesneden. Dat vind ik nou ook niet de bedoeling. Wel een goede pakken natuurlijk. Zo. Deze laat ik zo drogen. Straks ga ik met lijmsnotje eraf halen. Als deze dadelijk droog is, gaan we het wegknippen. Wat ik je wil laten zien aan de ander, is dat je ook erg leuk kunt werken en dat je gewoon schuin kunt werken. Dus wat ik doe, ik leg mijn kaart neer en ik leg hem van deze kant naar die kant. En ik begin met gefeliciteerd. Dwars. Wordt hij weer heel anders, de kaart. Zeker als we hem straks weer anders gaan gebruiken. Varieer in je kleuren. Van harte. Een fijne verjaardag. Gaat er een stukje afvallen, maar dat is niet erg. Zorg dat de kaart helemaal bedekt is. Vandaag is het feest. Leuk, hè? Met jou erbij is het ook een feestje. Dus die pakken we ook. Ik vind schuimplakken van strook ook makkelijker. Ik weet niet of je het ziet. Maar op een of andere manier vind ik dat makkelijker werken. Ik wil een ander kleurtje ertussen. Dus ik ga hier een stukje tussen plakken zonder tekst. Dat doe ik gewoon van de restjes. Ik moet mijn inkt, mijn lijm ondersteboven zetten. Dus ik doe er eentje zonder tekst tussen. Pak een roze. Vandaag is het feest. Nog een fijne verjaardag. Die houden we hier dadelijk. Van harte.
Soms ben ik gewoon aan het puzzelen waar ik hem het leukst vind. Je hebt even tijd om te plakken, dat scheelt. Hieronder wil ik met een groene verder. Daar ga ik nog even over denken. Dan kan het ook drogen. Wat leuk, hè? Ik ben er zelf heel blij mee, moet ik zeggen. Ik had nog een stukje tekst wat, een stukje geel wat over was. Dat kan ik ook hier plakken. Of hier nog een stuk tekst. Cinnamon. Met jou erbij is het feest. Dit past hier nog perfect. En op het laatste puntje doe ik een stukje van het geel wat ik nog hiervan over had van snijresten. Die leg ik erbij. Dus die kant is vol. Gaan we hier verder. Ik neem een blauwe van harte. Hier jij. Hier ga ik deze plakken. Leuk. Er zit gewoon een willekeur in kleuren in. En dat maakt hem zo leuk. En alle kleuren van de InColors heb je nu gebruikt. En je plakt hem vast. Dat is ook niet de bedoeling. Maar dat komt goed. We hebben hem toch straks vastgeplakt. Ik vind nog een leuke van harte erbij. Ook nog leuk. Dus lijm het papier. Je ondergrondpapier. Vandaag is het feest. Mag er wel een beetje meer op. Zo. En last but not least. Nog een stukje geel. Ja. Tekst valt weg. Maar dat is niet erg. Omdat de tekst er al eerder op staat, weet je wat erop staat. Laten we deze even drogen. Lijmdicht. Deze laten we drogen, ondersteboven. Kijk, ik heb allemaal lijm op mijn glasplaat. En dan pak je gewoon zo'n babydoekje. Zonder olie gebruik ik altijd. Dan zijn mijn handen weer schoon van lijm. Dat vind ik het handige van deze glasplaat, echt. Je krijgt het schoner dan je snijmatten die ik hiervoor had. Dat was echt een wereld van verschil. Daarna drogen. En je hebt altijd een schone werkplaat. En dat vind ik gewoon ideaal. Vingers weer schoon. Lijm eraf. Klaar om verder te werken. En waar we last van hadden was wat overtollig lijm. We gaan kijken of ik dat nog terugvind hier. Daar ga ik dus met een lijmgummetje overheen. Dan krijg je precies dat lijm. Trek dan weg. Dat is ideaal. Want je ziet altijd wel het glimmende van de lijm zitten. Dan pakken we de grote schaar. Je kunt zelfs snijden. Lastiger, maar het kan wel. Je legt hem er tegenaan op de snijlijn. Net er vlak naast. En je snijdt. En je krijgt een mooi recht gesneden lijn. Dat doen we aan de andere kant ook. Dus je legt het wit precies langs de snijlijn. Je kunt dat ook zien. Restjes haal je weg. Hier zijn we er iets overheen gegaan. We willen hem toch recht hebben. Dus we leggen hem precies op het snijrijntje. Het mooie van de snijmachine is... Oh, ik leg niet helemaal recht. Het gleufje wat je ziet, zeg maar, dat is je snijmaatje, je snijrand. Dus daar kun je hem perfect opleggen. En als je niet helemaal tevreden bent, kun je altijd zeggen van, nou weet je, ik had iets dichter erlangs gemogen, dat stukje knip ik nog. Dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Ik vind knippen namelijk ook praktisch. Kunnen jullie zien wat ik doe? Het is
is maar net wat je zelf leuk vindt. En dan heb je dus de snijmachine opwerken. De achtergrond voor een kaart gemaakt. Dan pakken we de andere kaart. En je ziet ook allemaal stroken als je dat gewoon langs het wit knipt. Je schaar moet je daarna wel schoonmaken. Daar kunnen lijmresten aan zitten. Leuk. En ik ga hier kaart omheen maken. Waar je een cadeaukaart in kunt doen. Dat is niet handig. Ik hoop dat jullie deze techniek leuk vinden. En zoals je ziet, twee totaal verschillende kaarten. Om een leuke kaart mee te maken. En ik vind hem zelf erg leuk geworden. Dan heb je natuurlijk nog steeds al die restjes over. Dus je kunt gewoon, tenminste resten, je hebt nog steeds stroken met tekst over. Die kun je in één keer gebruiken. Je kunt ook denken, nou, ik heb dus, wat ik zelf heb, een potje met kleine teksten en grote teksten. Daar zet ik het bij. Die teksten had ik van het uitproberen, omdat het niet altijd even goed ging. Gooi die restanten nou niet weg. Weet je, de mislukte dingen. Hou die er nou bij. Want die kun je nog heel goed gebruiken. Kom hier. Als een tussendoorstrook waar niks op staat. En zo krijg je verschillende maten. En wens ik jullie heel veel plezier. En tot ziens bij de video waarmee ik met deze achtergronden een hele leuke kaart maak. Waar een cadeaukaart in zit. Tot straks. De volgende stap die we gaan doen is om met deze achtergrondkaart. En in dit geval heb ik de rechte gebruikt. Een verjaardagskaart te maken. Ik heb hiervoor dus de cardstock van 21 bij 14,5. Ik heb hem gereeld op 10,5, waardoor je dus een mooi gevouwen kaart krijgt. Die bewerk ik altijd met de bonefolder. Omdat hij daardoor gewoon een mooie strakke vouw krijgt. En deze kaart gaan we hierop bevestigen. Ik zie dat het knipwerk hier een beetje omgerukt is van het snijden. Als je dat nou hebt, wat je wel eens dat je snijrand wat omhoog staat, dan pak je gewoon je bonefolder en dan strijk je hem glad. Deze kaart ga ik hierop maken. En dit is stap 1 van een eenvoudige verjaardagskaart maken met een cadeaukaart erop. Of erbij, erin. Maar in dit geval gaan we hem erop maken. En dit is een kaart, dat kan gewoon iedereen. Zorg dat je netjes recht plakt. Dan is de achtergrond van de kaart klaar. En als je dit dan een aantal keren hebt gedaan en dit klaar hebt liggen, kun je de meest leuke kaarten maken. Ik ga je nog verder later op zien wat je nog meer ermee kan maken. De volgende stap is dat ik een cadeaukaart heb, in dit geval van de VVD. En ik neem een strookje wat ik er omheen ga vouwen. Dus ik vouw dat eromheen. Strakke vouwen. En ik zorg dat het goed strak zit. Zodat het er niet makkelijk uitglijdt. Knip een stuk weg. Wat erachter blijft. En ik doe hier lijm op. En ik zorg dat het goed strak zit. De kaart mag er namelijk niet zomaar uitglijden. Dus als ik deze kaart erin stop, zit hij lekker snug. Dus ik kan schudden wat ik wil, maar hij valt er niet uit. Zo hebben we de VVD-kaart alvast in een basis zitten. De volgende stap die ik ga doen is, ik heb gebruik gemaakt van de bijpassende stansen die hier bij deze volle vrienden hoort. En dat is de Many Medallions.
En daar krijg je dus dit prachtige stanswerk uit. En nu heb ik dat doormidden geknipt, omdat ik dit over de stans of over de kaart wil laten vallen. Dus ik heb deze zodanig geknipt dat het net is alsof het één geheel is. En wat ik ga doen is dit stukje hierop in het midden plakken. Twee randje. Ideaal dit soort dingen. Dus ik weet dat ik hier in die dunne stukjes wat lijm wil hebben. Waardoor dat mooi vast zit op het papiertje. Ik leg het papiertje mooi in het midden. Wel op de goede manier. En dan leg ik dit erop, zodat hij precies valt zoals ik wil. In het midden. Hey, blijf liggen. Eerst goed drogen. Nu gaat het niet zoals ik wil, zoals je ziet. Misschien is het beter als je dit gewoon eerst vastplakt. Misschien ben ik te kritisch met hoe ik het plak. Dat zijn mijn bovenburen. Die zijn lekker aan het klussen. Dus af en toe hoor je dit er doorheen komen. Straks werk ik die restjes lijm nog weg met het lijmgummetje. Maar dit heb ik hier. En wat ik erop heb gemaakt is een tekst ook uit de stempelset. Dit is jouw dag. Die heb ik embossed op vellum. En hierachter ga ik dan heel voorzichtig achter die tekst twee kleine bloedot dingetjes pakken. Zodat je dat niet ziet. Dus achter de D van dit. En achter de W van jou. Zodat het niet zo opvalt. Plak ik twee glue dots. En die plak ik hierop. Zo zit het geheel vast. En het leuke is dat je VVD-kaart erin kan glijden. Maar niet zo makkelijk uitglijdt. En dit gaan we in zijn geheel in 3D hierop opplakken. Dat doen we natuurlijk met de dimensionals. Die verhogen het plezier, om het zo maar te noemen, letterlijk en figuurlijk. Ik doe er één in het midden, omdat we toch met die kaart wat gewicht hebben. Hem weer netjes neer. En leg dit erop. Nou, dan hebben we toch al een hele leuke kaart. En om hem een beetje fleur te geven, doen we daar natuurlijk ook een kleurtje bij. En daar komt een strik bij. En die doen we in Bumblebee. Ik gebruik altijd een strikmaker. Ik ben niet zo'n grote held in het strikken maken, om het zo maar te benoemen. En ik vind een strikmaker ideaal. Er overheen. Onderdoor. Overheen. En dan gaat hij wel goed doen. Er overheen weer. Weer eronder door. Dan trek ik hem een beetje naar het midden. Zorg dat mijn draden, mijn uiteinden recht liggen. Trek ik hem aan.
Snip, snip. Kloedatje erbij. Mooi hè, dat ribben. Met je take your pick haal je dat eraf. Zit niet helemaal naar mijn zin, zie ik. Die moet wel naar beneden. Dat vind ik mooier. Dus als die niet doet wat ik wil, dan ga ik alsnog altijd met een glue dot aan het werk. Om het te krijgen zoals ik wil. Je ziet, perfectie is niet nodig, maar soms wil ik wel mijn zin hebben. Waardoor dit mooi valt. Een dubbelstrikje in een feestelijk gele kleur. Als je het leuk vindt, kun je dit ook opsieren met ook de enamel dots die ook in deze kleuren er zijn. En daar zou je dus wat meer kleur aan kunnen brengen, maar op dit moment zijn die nog niet beschikbaar voor ons. Daar moeten we voor mee wachten tot 3 juni. Maar op deze manier kun je wel zien, je kan er wel een andere sparkle op aanbrengen. Ik vind hem best wat meer sparkle mag hebben. Dus ik pak de rhinestones. Ik pak de glimmertjes. En ik doe op ieder hoekje hier een klein glimmertje. Kom. Straks wel. Nou. Ik ga het lekker vandaag, hè? Is die leuk of is die leuk? Die moet op zijn plek. Daar. En zo heb je dan een kaart gemaakt. Met die mooie achtergrond. En een cadeaukaart eraan. En die cadeaukaart die schuift er zo in en uit. En als ik hem vasthoud, schudt hij er niet uit, zie je? Ik hoop dat jullie deze leuk vinden. Laat me weten of je hem zelf ook gemaakt hebt. Laat het me zien. Vind ik erg leuk. Ik wens jullie verder een goede zondag. En tot volgende week. Want dan laat ik zien hoe je met dezezelfde soort achtergrond weer een andere kaart kan maken met een cadeaukaart. Tot nu toe dankjewel voor het kijken. Misschien tot donderdag bij ons Facebook Live. En anders zie ik jullie volgende week zondag. Bedankt voor het kijken.